gezaghebber. Eigenlijk is een dag veel te kort om op het mooie eiland Bonaire allerlei zaken te bekijken. Waar het gaat om de douane, maar ook om bijvoorbeeld met de toeslagouders te spreken. Ook op Bonaire zijn helaas gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. Door fouten van de Belastingdienst en ook heel hard fraudebeleid zijn er heel veel ouders de dupe geworden. En ik ben ook blij dat ik vandaag ook in gesprek kon gaan met een aantal van die ouders. Om te kijken hoe het met ze gaat. Maar we proberen ook zoveel mogelijk de ouders te helpen. En de vergelijkbare hulp te geven zoals we die ook in Nederland geven aan de ouders. En die verhalen zijn elke keer weer indrukwekkend en maken ook diepe indruk. Als je die weer hoort, hoeveel ellende de toeslagenaffaire heeft veroorzaakt. Het tweede deel van het bezoek aan Bonaire was de douane, of is de douane. Ik denk dat het belangrijk is dat we kijken hoe we de samenwerking tussen de verschillende eilanden en de landen van de kaslanden, zeg maar, plus de BES-eilanden met elkaar kunnen versterken. Ook met de kennis en expertise die we hebben bij de Nederlandse douane, zodat we samen kunnen werken om dat op een goede manier uit te voeren. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook het grenstoezicht versterken. Er zijn ook afspraken over gemaakt en ik vind het belangrijk om met alle partijen hier in de regio daar mee in gesprek te gaan en te kijken hoe we dat verder vorm kunnen geven. We hebben in Nederland een heel groot probleem als het gaat om ondermijnende criminaliteit. Dus wij hebben daar ook een stevige aanpak als het gaat om de aanpak van de drugssmokkel. Maar dat kunnen we ook niet alleen. En daar hebben we ook andere landen bij nodig. In Zuid- en Midden-Amerika. Maar zeker hier ook bijvoorbeeld bij Bonaire. Maar ook de andere eilanden zoals Aruba en Curaçao. Om te kijken hoe we met informatie, met inlichtingen uitwisselen, gegevens uitwisselen. Die drugscriminaliteit ook aan kunnen pakken.